beroepsmuzikus, dat wordt je niet vanzelfsprekend. En aanleg en liefde voor een instrument, dat is slechts een basis. Het vuurtje moet worden aangeblazen door een meester, een leraar. Anja werd betoverd door Heinz Friese, jarenlang gezichtsbepalend hobbyist in het orkest en daarna onvermoeibaar dirigent van talloze beroeps- en amateurorkesten. Vriendelijk maar gedecideerd heeft hij een generatie hobbyisten opgeleid. Kijk, dit is het begin geweest. Ik heb daar niet lang op gespeeld hoor, maar dat is een hobo uit de tijd van Beethoven. Ik woonde in de Hoofdstraat in Brunsum. De harmonie die speelde aan de overkant, in een zaaltje bij een café. En ik zat altijd buiten op de stoep als ze speelden. Dat vond ik zo fantastisch. Dan speelden ze marsen en zo, dat was leuk. Dat vond ik heel leuk. Dus ik ben toen uiteindelijk ook een koperinstrument gaan spelen. En toen wilden ze overgaan naar een harmonieorkest. Dan had je natuurlijk houtblazers nodig, klarinetten, hobo's enzovoorts. Hè. En toen zeiden ze, ja, jij moet gewoon hobo gaan spelen. Jaap Sortijn, dat was mijn grote leraar, die kwam in de Dominicanerkerk in Maastricht het hobo-concert van Gordon Jacobs spelen. En dat vond ik zoiets geweldigs. En dacht ik, nou, dit wil ik ook. Ik heb altijd één ding ontzettend belangrijk gevonden, dat is hoe interpreteer je muziek. Dus bijvoorbeeld, ik heb nu dus een harmonieorkest heb ik heel veel gehad en ik heb dus de mensen anders laten spelen. Er is een hele hoop te winnen aan bijvoorbeeld de aanzet. De intonatie is belangrijk. Ik dacht ook altijd als ze een harmonieorkest van mij hoorden dat het een hele andere klank was. Wat ook nog van belang is namelijk in het dirigeren, om het gelijk te krijgen, is die tweede slag. Dat doet Gergiev altijd. Die doet zoiets van... En dan komt het. Tweede keer. Het is je teken dat je moet beginnen. Nee, ik heb het meeste van Heinz zitten in het orkest. Want ik mocht altijd naast Heinz zitten. Ja. Vanaf 1979 was dat. Dus Heinz kon zo fantastisch spelen. Dat is echt uitzonderlijke blazer in het orkest. Echt een heel prominente man. Dus hij maakte van elk nootje wat er in de muziek geschreven was, maakte hij muziek. En dat heb ik van jou geleerd. Dat zit nog steeds in mijn bones, zeg maar. En gewoon zo Heinz ook, als ik hem nu na al die jaren terugzie, is gewoon nog een en al muziek, die man. Dat straalt hij uit. En dat was toen ook zo, liefde voor de muziek. Altijd vanuit de muziek. Iets willen doen. Daar gaat het om. Ja.